Ja, ik ben een Belgische, dus dat is een exotisch accentje. Hè? Ja, ik ben wel blij dat ik uitgenodigd ben om hierover te komen spreken. Het is een interessant onderwerp om als arts te benaderen. Maar ja, ik ben ook blij dat de andere artsen die gesproken hebben vanmiddag ook vinden dat hun onderwerp moeilijk is. Dus jullie maken het ons blijkbaar echt niet zo gemakkelijk vandaag. Ik moet eigenlijk praten over nieuws in de media over tumoren. Dus dat gaat over kanker in het algemeen gaan. Want zo vaak vind je niet echt krantenberichten specifiek over neuroendocrine tumoren. Maar ik ga proberen, telkens wanneer dat je een soort vergelijking kan maken met neuroendocrine tumoren, om dat te benoemen. Maar mijn praatje gaat vooral over kanker gaan. Dus meer over het gele lintje. Hè. Mijn bedoeling is eigenlijk om een beetje uit te leggen hoe moeilijk het is voor patiënten, maar niet alleen voor patiënten, eigenlijk soms ook om voor artsen om het kaf van het koren te scheiden. Dus het gaat echt voor een groot stuk, of zeker in de eerste helft van mijn praatje, over berichten in de media. En hier zie je eigenlijk een aantal covers, een aantal berichten in tijdschriften, waarvan er een aantal te betrouwen zijn en een ander deel niet. En ze zijn eigenlijk allemaal wel heel mooi, ze zien er allemaal hetzelfde uit, dus dat is verschrikkelijk moeilijk om te weten wat nu wel of niet juist is. Een overzichtsartikel, dit is een artikel waarbij men spreekt over behandelingen voor kanker, van hype tot hoop. Dat is een artikel waarin men eigenlijk meer in detail wil bespreken wat je mag verwachten van bepaalde middelen of behandelingen. Dat vind je niet zo vaak. Hè. De titels zijn heel vaak misleidend. Maar de bedoeling is dat ik jullie probeer een beetje uit te leggen hoe dat je onderscheid kan maken tussen zaken die betrouwbaar zijn en minder betrouwbaar zijn. Dus op welke termen dat je een beetje moet letten. Of dat iets relevant kan zijn of niet. Hoe dat succes moet gelezen worden of geïnterpreteerd worden. Altijd wel met voorbeeldjes die niet van net zijn. Hoe dat je een ontwikkeling van een medicijn een beetje moet zien. En of dat je al kunt beginnen denken dat een bepaalde behandeling voor jou zinvol van kan worden. En dus dat laatste stuk is dan echt wel een beetje meer medische literatuur ook wel. Maar ik begin met een verhaal. Een verhaal dat ik redelijk goed van dichtbij ken zelf en dat eigenlijk een beetje de moeilijkheden gaat tonen. Ongeveer een jaar of 10 geleden is er een middel dat heel erg in de media kwam als een nieuwe behandeling voor kanker. En daar begint het verhaal al een beetje. Telkens als je ziet dat er een nieuw middel is voor kanker of een genezing voor kanker, zoals hier staat, cure for cancer, dan is dat een beetje overdreven. Hè? Genezing. Niemand van ons neemt dat woord echt gemakkelijk in de mond, maar als je in de media leest, staat er heel dikwijls cure of genezing. En kanker, dat weten jullie eigenlijk beter dan de kankerpatiënten. Ik ben heel blij te zien dat hier staat dat elke net en nek anders is. Elke kanker is ook anders. Het is nog meer, elke subsoort van kanker omvat nog verschillende soortjes. Dus jullie zijn jullie daar meer van bewust dan de gemiddelde kankerpatiënt. Een genezing voor kanker is een misleidende titel. Dat is een titel om onze aandacht te vragen, maar eigenlijk moet dat artikel daaronder veel meer in detail gaan. Hè? En dit is dus een verhaal van een middel dat rond 2008 in de Nederlandstalige pers verscheen, als ik me goed herinner. Een middel dat DCA noemt, dat zijn kleine blauwe pilletjes. Anders dan andere blauwe pilletjes, maar kleine pilletjes. Hè. In 2008, zeker in België, maar ook in Nederland, verschenen er nieuwsberichten, echt in het journaal en in de grote kranten, van patiënten met verschillende kankers die beweerden genezen te zijn met dat middel. En wat interessant is, is dat die eigenlijk konden refereren, dat hun artsen zich baseerden op publicaties in goede medische tijdschriften. Wij, dokters, wij hebben de Elle en de Flair en voor de dokters, dat bestaat ongelooflijk veel exemplaren van ongelooflijk veel soorten van. Wij hebben goede en wat minder goede medische tijdschriften waarin zaken gepubliceerd worden. En dit bijvoorbeeld is eigenlijk British Journal of Cancer, is een goed medisch tijdschrift. En dat pilletje, DCA, werd daarin vernoemd in een artikel. Maar als een potentieel middel in 2008. Terwijl dat er eigenlijk op het nieuws en in de krant al gezegd werd dat patiënten behandeld werden. Hè. Nu, het wekt wel vertrouwen op als men zo kan
tonen dat er een publicatie is, maar je moet goed op dat woordje potentieel letten. En het probleem met die DCA is dat de onderzoeker die eigenlijk in het labo op cellen en op dieren al bepaalde successen geboekt had, die wilde dat middel eigenlijk verder ontwikkelen. En die had in de pers verteld dat hij moeite had om geld te vinden, omdat het een heel simpel middel was, die DCA. Dus hij wist dat dat moeilijk zou zijn om daar een patent voor te krijgen, om dat medicijn te beschermen. En de industrie was niet geïnteresseerd om daar verder voor de ontwikkeling in te staan. En het kostte allemaal niet veel. Hè. Als je rond een nieuw medicijn dit soort zaken ziet staan, dat is eigenlijk echt wel, dat is meestal niet zo kosher. Hè, dat zijn zo van die samenzweringstheorieën, alsof dat iedereen probeert te zorgen de grote oplossing voor kanker niet tot aan de mensen te brengen. Dat is meestal niet oké. Hè. Maar wat gebeurde er? Eigenlijk is het zo dat er een chemicus, bioloog was, wiens echtgenote kanker had. En die man zei van, dit is nu eens een middel dat heel gemakkelijk te maken is. Die heeft die DCA gemaakt en die is dat eigenlijk beginnen verkopen. Die is zijn echtgenote beginnen behandelen en die is dat eigenlijk via het internet beginnen verkopen. En dus vond je eigenlijk overal op het internet, in de jaren 2007, mogelijkheden, zeer betrouwbaar in beeld gebracht rond behandelingen met dat middel. En er waren ook kankercentra die resultaten van die behandeling toonden op hun sites. Nu, de meeste ziekenhuizen moeten nu wel een beetje tonen of worden wat gecontroleerd voor wat dat we kunnen, wat dat we voor onze kwaliteit. Maar dikwijls is dat eigenlijk door een overheid of door zieken, zorgverzekeraars, gepusht dat we iets tonen van wat dat we kunnen. Een ziekenhuis dat zelf heel veel data rond successen op een website gaat zetten, dat is echt niet zo kosher opnieuw. En ik ga proberen tonen waarom dat eigenlijk niet zo in orde is. Het taartdiagrammetje dat je hier ziet, ja, dat gebruiken wij ook in de wetenschappelijke pers. Dat komt heel mooi over, maar eigenlijk tonen ze hier dat iets meer dan 50% van de patiënten kon beoordeeld worden voor het effect van dat medicijn. Dus een kleine helft valt er eigenlijk al af. Als wij resultaten van studies, klassieke studies, tonen, dan moeten wij de resultaten tonen in 100% van de patiënten die gestart zijn in die studie. Of dat ze nu het medicijn genomen hebben een dag, een week of een jaar. Al die patiënten tellen mee in onze analyse. Hier gaan ze eigenlijk maar verder met die ene helft die ze de moeite om te beoordelen vinden. Van die ene helft heeft er 60% een respons. Dat ziet er goed uit. Twee derde van de mensen een respons, een verbetering met die therapie. Maar eigenlijk, als ze dan spreken over wat de verbetering is, dan is dat een scanner die beter is, of een bloedresultaat dat beter is, of de patiënt die zegt dat hij zich beter voelt. En jullie weten denk ik allemaal dat wij onze behandelingen bij jullie beoordelen op basis van en bloedanalyses en scanners en jullie symptomen in balans met de nevenwerkingen. Dat is niet een of-of verhaal, maar het is grotendeels toch een en-en verhaal. Dus dit soort zaken, dat ziet er allemaal heel mooi uit, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje gepimpt. Nu, begin 2007, dus de DCA komt bij ons in de pers in 2008, maar wat was er nu gebeurd in de Verenigde Staten in 2007? Er is een journaliste die een aantal patiënten gevolgd had die behandeling kregen. En die had eigenlijk in de reguliere pers, dus niet in de medische pers, al een artikel geschreven over die DCA, waarin dat ze eigenlijk vertelde dat die mensen niet correct gevolgd werden en dat er eigenlijk veel zaken niet juist verliepen. En een van de dingen dat ik ook altijd tegen mijn patiënten vertel als ze zo'n zaken beginnen geloven, dat is dat je met internet heel erg moet oppassen. In het begin, als je googelt, heb je altijd dat bij de G en de O in het begin de meeste succesverhalen. En hoe verder dat je gaat kijken, als je zoiets naar de L gaat kijken, dan krijg je pas de verhalen van patiënten die zeggen en dat ging toch niet goed en ik had nevenwerkingen en het is allemaal niet zo betrouwbaar geweest. Dus je moet altijd... De succesverhalen die vermenigvuldigen zich aan de voorkant, die zie je het meest. Je moet altijd eens van achter gaan kijken op internet ook.
En dus die mevrouw had patiënten gevolgd, maar ook de onderzoeker geïnterviewd die dat allemaal begonnen was, die in het begin geld gezocht had. En die vertelde zelf eigenlijk dat hij wist dat dat medicijn waarschijnlijk wel wat problemen in de zenuwen kon geven. En dat het eigenlijk heel erg was dat dat nu niet geregistreerd werd, omdat mensen overal ongecontroleerd dat medicijn kochten. En hij had eigenlijk heel veel spijt dat er geen correcte medische studies waren uitgevoerd. Naar aanleiding van dat artikel heeft FDA, dat is het orgaan dat in de Verenigde Staten zorgt of dat een medicijn wel of niet op de markt komt, heeft gezorgd dat al die mensen die die DCA aanmaakten, dat die hun business gesloten werd. In 2007 al, dus in juli 2007, en nog eens, Keraal, in 2008 komt dat middel eigenlijk maar in de pers in onze contreien. En eigenlijk nu nog altijd. Als je nu op het internet gaat kijken, dan vind je nog altijd niet-Amerikaanse firma's, Zuid-Amerikaanse firma's of Europese firma's die nog altijd dat middel promoten. En die inderdaad wel een aantal artikeltjes kunnen tonen, maar heel dat verhaal daartussen, dat is eigenlijk, daar moet je al ver voor zoeken om dat terug te vinden. Hè. Ondertussen heeft die onderzoeker die in het begin in het labo, in de cellen en in de dieren dat middel uitgetest heeft, die heeft wel zijn studie kunnen starten. En die heeft dan een fase 1 onderzoek gestart. Dat is eigenlijk het soort experimenteel onderzoek waarbij dat je verschillende kankers naast elkaar een middel toedient om te zien in welke kankers dat werkt en bij welke wat dat de grootste nevenwerkingen zijn. En dan zoek je ook naar de dosis, de meest werkbare dosis. En bijvoorbeeld, in zijn fase 1 kan hij inderdaad aantonen, dat zijn de cijfertjes hier, dat een heel groot percentage van de mensen neurologische problemen heeft. Dus het is een middel dat eigenlijk al 10 jaar via internet te kopen is, maar het is toch maar, door eens een gecontroleerde studie te doen, dat we weten wat het aantal van belangrijke nevenwerkingen is. Dus dat is een van de redenen waarom dat je studies doet en waarom dat je eigenlijk ook goed moet kijken of dat een middel goed genoeg in studies onderzocht is. Dus je moet heel hard oppassen als men spreekt over een middel voor kanker. Er is niet één geweldig middel voor alle kankers. Als men spreekt over genezen, ziekte controleren is al veel correcter en samenzweringstheorieën zijn heel louche. En dan, een beetje moeilijker, ik heb het al wat aangehaald, referenties. Als men refereert naar bepaalde publicaties, wetenschappelijke tijdschriften, gaat het nu over cellen, dieren of gaat het over mensen? En ook de manier van tonen van resultaten, de taartdiagrammetjes heb ik daarnet besproken. Waarom nu doen we die studies? Ja, eigenlijk heeft het voorbeeld het al een beetje aangehaald, maar we doen studies voor een groot stuk om te zien of dat iets echt wel of niet succesvol is. Dus hoe meet je eigenlijk succes? Dat is iets wat wij op voorhand een beetje definiëren. Is een nieuw middel voor een nieuw bloeddrukverlagend middel beter dan het vorige? Dan zet je bijvoorbeeld als vraag, we willen dat er minstens in de helft van de patiënten de bloeddruk met 1 eenheid verlaagt. Dus succes is iets wat we zelf kiezen. We geven daar een waarde aan die we zelf willen meten. En ik hoop dat dit een voorbeeldje is dat jullie de relativiteit daar een beetje van aantoont. Als mensen moeten geopereerd worden in de darm, dan, van een tumor, dan kan je boven die tumor kan je verstopping hebben, dus daar zit stoelgang. En dan is het soms moeilijk om te opereren zonder een stoma aan te leggen. Omdat je een vuile omgeving op een propere omgeving moet aansluiten. En je legt een stoma aan om eigenlijk te zorgen dat die naad proper blijft. En dus was het idee, stel dat we een stent plaatsen door zo'n tumor, dan kan eigenlijk die darm al proper worden. En dan lukt het misschien om die darm gemakkelijker terug aan elkaar te zetten en hebben we minder stoma's nodig. Dat was een vraag van een studie. En dit jaar is er dan de resultaten van een grote studie in Engeland zijn getoond en ze zeggen, voilà, bij stenten minder stoma's nodig. Dat is een positieve studie, succes, we zijn heel blij. Hoeveel minder stoma's waren er nodig? Wel, als je onmiddellijk geopereerd werd in 7 op 10 van de mensen en als je eerst zo'n stentje kreeg, toch nog in een kleine 5 op 10. Dus dat is minder, maar is dat eigenlijk wel belangrijk, relevant, groot genoeg? En eigenlijk, 5 jaar geleden is diezelfde studie in Nederland ooit gebeurd. Met exact dezelfde cijfertjes, of toch bijna. Directe operatie, 7 op 10 een stoma nodig. Eerst een stentje, 5 op 10 een stoma nodig.
En hier vond men dat dat eigenlijk geen groot succes was, dat er dan eigenlijk heel veel tijd verloren werd, geld gebruikt werd om die stents te plaatsen. Dus hetzelfde resultaat wordt door een bepaalde groep als ja, succes, technisch succes, maar is dat echt ook een relevant succes? Hè? Dus je moet u altijd afvragen, dat gaat dan bijvoorbeeld over behandelingen zoals die RFA die al aangesproken is, of CIRS, dat kan technisch misschien wel bij jou, dat kan misschien wel bij jouw tumor, maar weet men daar genoeg van om te vertellen dat het niet alleen technisch kan, maar ook oncologisch goed werkt? Zijn de mensen bij wie dat zo'n behandeling gestart is lang genoeg opgevolgd? Zijn daar dan eigenlijk later toch nog problemen ontstaan? Weet men genoeg van de nevenwerkingen bij jouw tumor specifiek? En dat is ook de reden waarom dat soms medicijnen die op de markt komen met een succesverhaal, dat na een zekere tijd die medicijnen toch terug weer van de markt gehaald worden, omdat je toch op langere termijn toch nog nevenwerkingen ontdekt of oncologische problemen of andere problemen. Dit is weer een voorbeeld van een middel dat, grote headline, cure for cancer. Het gaat over Glivec. En Glivec, dat was een nieuw middel, 15 jaar geleden, dat echt inderdaad revolutionair was. Maar opnieuw, jullie weten dat kanker, dat verschillende tumoren zijn. Dus die Glivec die zal zeker niet voor alle kankers werken. Dat is zeker opnieuw weer een beetje een misleidende titel. Maar die Glivec, voor jullie nu specifiek, is... dat is wel een correct verhaal. Als je eigenlijk dat artikel gaat lezen, dan klopt het dat het een middel is dat werkt voor een bepaald type leukemie. En het is wel het begin geweest van een verhaal waar dat jullie ook van profiteren, want dat is een targeted agent, een doelgericht middel. Dat is de eerste in zijn klasse. En na die Glivec zijn er vele andere in ontwikkeling gekomen. En bijvoorbeeld de Sutent of de Afinitor, waar dat daarnet over gesproken is, die zijn eigenlijk maar ontwikkeld omdat men ooit met Glivec in een bepaald type kanker begonnen is. Dus dikwijls zijn die verhalen te catchy qua titel en te brusk, maar wel een begin van iets waar jullie uiteindelijk dan toch wel een voordeel uit kunnen halen. Zo'n klassiek onderzoek, dat heb ik daarnet al verteld, dat gaat over verschillende fasen. Dus zo'n fase 1 is allemaal verschillende soorten kankers. En in welke kanker werkt het nu? En hoe groot is zo'n succes? En wat is de precieze dosis? En wat zijn de nevenwerkingen? En dan ga je naar volgende en volgende en volgende studies. En bijvoorbeeld uiteindelijk komen we in darmkanker uit op een bepaald middel dat de werking van een chemo versterkt. Dus met een chemo werkt een bepaald middel. De chemo werkt 8 maanden bijvoorbeeld. En als we er een extra middel bij doen, dan is het 8,9. Dat is niet zo'n groot succes. Maar eigenlijk, dat is er net ook al een beetje verteld, en dat is iets wat je als net eigenlijk goed weet. Er zijn in een bepaalde soort tumor dikwijls nog subgroepen. En hier ook. En dus algemeen heb je zo'n klein maandje verschil. Maar ook bij darmkanker hebben we dan bepaalde genetische afwijkingen. En we hebben gezien dat in één stuk, in één groep, dat medicijn meer werkt dan dat stukje van die maand. En dat er een andere groep is waar dat het eigenlijk zelfs slechter werkt. Waar dat het eigenlijk niet jammer is dat we die mensen in die studie behandeld hebben. En dat is een beetje een verhaal dat je kan vergelijken met Afinitor in NET bijvoorbeeld. Afinitor of Everolimus in NET, dan wisten we van de eerste studie onmiddellijk dat dat werkte bij pancreas NET. En we wisten niet dat het zou kunnen werken bij andere NETs, omdat de eerste studie bij de niet-pancreatische NET in een hele brede groep gebeurd was. Bij long en dun darm, maar ook dik darm en maag, allemaal bij elkaar. Sneller groeiende, trager groeiende, dus die studie was negatief. Maar als er dan een substudie gemaakt is met een deeltje van de NET-patiënten, waar we meer echt zochten naar een bepaalde subgroep, dan hebben we wel kunnen aantonen dat die Afinitor dan werkte. Dus zelfs binnen één bepaald kankertype heb je subgroepen. Hè? Dus je hebt altijd verschillende tumoren. Je moet altijd kijken naar het orgaan waar dat de tumor vandaan komt. En dan, zoals dat verhaaltje daarnet van darmkanker, misschien kan je net ook definiëren aan een bepaalde mutatie of afwijking.
En eigenlijk is dat een verhaal dat al even lang gaande is als het verhaal van immunotherapie. X jaar geleden werd er ook al in de media gezegd dat je het genoom van de mensen kan ontdekt worden. Wij kunnen weten in wat voor mutaties, wat onze genen zijn. En je kan dat bij een tumor ook. En als je nu weet hoe dat een tumor genetisch in elkaar zit, ja, dan kan je misschien ook gewoon het medicijn voor dat genetisch foutje geven onmiddellijk. Hè. Dat is iets waar dat ook heel wat over op het internet te vinden is. Je kan betalen om jouw tumor te laten onderzoeken op mutaties. En dan kan je, hè, als je bijvoorbeeld een rood iemand bent met een bepaald type mutatie, kan je het medicijn krijgen dat voor die mutatie zou werken. Zo wordt dat voorgesteld. En daar zit wel wat waarheid in. Hè. Bijvoorbeeld, dit is longkanker. We hebben heel veel verschillende soorten longkanker gedefinieerd, zoals verschillende soorten darmkanker. Maar als we dan eigenlijk studies gaan geven, studies gaan doen waarin dat iemand behandeld werd op basis van zijn mutatie, dat is het rode dingetje hier, en dat vergelijken met mensen die eigenlijk met klassieke chemo behandeld worden, dan zie je nu eigenlijk nog geen verschil in succes. Als iets beter is dan iets anders, dan zie je echt dat die curves heel erg uit elkaar gaan. Dus op dit moment, of dat je nu behandeld wordt volgens het type mutatie van je tumor, of je krijgt een klassieke therapie, we kunnen nog niet, we kunnen die tumoren wel identificeren, maar we kunnen met die behandelingen nog niet echt iets doen. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat we het weer een beetje te simpel maken. Je hebt een tumor van de darm bijvoorbeeld, met een bepaalde mutatie, maar jouw tumor zelf, die heeft niet alleen die mutatie, die heeft verschillende celletjes. En dus als we een bepaalde soort dood doen, dan gaat die andere celsoort misschien de bovenhand krijgen. Dus het is niet zo simpel als men het voorstelt in de media. Een tumor is eigenlijk altijd opgebouwd uit verschillende soorten cellen. En dat is bij NETs ook zo. Als jullie bijvoorbeeld een middelmatige groeiende NET hebben, een NET graad 2 bijvoorbeeld, dan kan het al eens gebeuren dat men en een galliumdotatok of een octrioscan wil doen, maar toch ook zo'n FDG-PET wil doen. Omdat we soms zien dat mensen toch een heterogene soort G2 hebben. Een trager en een sneller groeiend deel. Dus zelfs al kunnen we jouw tumor een bepaald naampje geven, dan nog kan je er verschillende stukjes in hebben. Wat dat ook bepaalt waarom we een behandeling eerst en een andere wat later zouden willen geven. Het is ook gewoon echt niet zo heel simpel om zo'n mutatie aan te vallen. Dit is een voorbeeld van huidkanker ook, waar je een foutje kan hebben in iets dat BRAF noemt. En dat kunnen we echt kapot maken. En dat werkt perfect goed bij huidkanker. Dus we waren super blij als we bij darmkanker volledig hetzelfde foutje vonden. En we dachten, we geven hetzelfde medicijn, gaat bij darmkanker ook werken. En het werkte helemaal niet. Dus bij darmkanker, ook al heb je diezelfde fout, de reden van die fout is helemaal anders. En patiënten kunnen eigenlijk helemaal ontsnappen en de tumor op een andere manier doen groeien. Dus vaak komen zaken eigenlijk in de media een beetje te snel. Vaak heel erg op het moment dat iets net begint te lukken. En totaal niet op het moment dat het relevant wordt voor de patiënt. En dat is eigenlijk om te zorgen dat iedereen een beetje wakker blijft en weet wat dat de nieuwe ontwikkeling is. En net op het moment dat het eigenlijk echt relevant wordt als behandeling, dan hoor je er dikwijls niet zo heel veel niet meer van, vind ik nu eigenlijk. Ik heb een hele korte... Moet ik eens terug, Carmen? Ja. Ik heb nog iets heel kort om de link met immunotherapie te maken. En moest het dus zo simpel zijn dat we door de tumor genetisch te onderzoeken, baf, direct een behandeling zouden hebben... Dan had ik nu kunnen stoppen. Maar eigenlijk weten we dat een tumor, ook al heeft hij een bepaalde mutatie of een bepaalde foutjes, we weten dat er altijd een interactie is tussen de tumor en de omgeving. En dat noemt dan epigenetica. En daar komt dat verhaal van die immuuntherapie, wat jullie daar straks gehoord hebben. Dus een tumor, dat is er straks verteld, heeft veel foutjes en het roept dan veel immuuncellen in de buurt op, maar die worden stilgelegd. En die immuuntherapie gaat eigenlijk zorgen dat die immuuncellen terug actief worden. Dus eigenlijk kan het best zijn dat we al die dingetjes samen nodig hebben om ooit de zaken echt deftig op te lossen. Voilà. Nu, het jammeren is, ik heb daarnet wel gezegd dat je moet opletten op taalgebruik, genezen en kanker, maar ook die middelen waarvan we ondertussen weten dat ze eigenlijk echt wel the way to go zijn, komen op eenzelfde manier in de media.
Dit gaat over immuuntherapie en de kop is opnieuw genezen van kanker. Als je verder gaat kijken in het artikel, lees je wel dat het gaat over het melanoom en over de ziekte goed onder controle houden, maar die kop is echt bijna altijd misleidend. Hè. En het jammere is dat je ook voor de dingen die blijken te werken achteraf, dat je eenzelfde weg gaat. Dat je eigenlijk dikwijls ook een probleem hebt van fondsen vinden en steun vinden. Dus zelfs in die artikels over immuuntherapie, door artsen die ik zeer betrouwbaar vind, worden die woorden gebruikt zoals chronisch gebrek aan middelen, geld en de farmacie die ons niet steunt. Dus de zaken die ik in het begin verteld heb, die louche zijn, ja, eigenlijk hebben de goede, de zaken die uiteindelijk op de markt komen, ook wel een beetje last van die funding. Er zit een klein beetje waarheid in. Maar dus als hoofdboodschap wil ik zeggen dat je moet oppassen met internet en media. Met het verhaaltje van Google, kijk altijd eens wat verder in de search sites. Ook voor getrainde mensen is het moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Dat verhaal van DCA, daar zijn heel veel artsen in meegegaan. Het verhaaltje dat ik in het begin vertelde. En wat dat voor mij heel chockerend was, was te merken dat de journalisten van hier eigenlijk in de Verenigde Staten een artikel hadden kunnen vinden van een jaar oud, waarin alles een beetje in perspectief werd gezet. En dat toch niet zo door iedereen opgepikt was. Let heel hard op mijn algemene termen kanker, genezen, succes. Wat is succes? Is dat technisch? Is dat een oncologisch succes? Pas heel erg op met die verdachtmaking, het gebrek aan fondsen. Kijk of dat het gaat over dieren, mensen, celletjes. Gaat het over veel mensen? Ik heb een klein beetje iets verteld over een fase waarin een onderzoek zich kan bevinden. Pas er een beetje mee op als iedereen te gemakkelijk zijn successen op zijn website zet. En let vooral ook heel goed op, er is geen één medicijn dat zomaar geweldig goed werkt zonder nevenwerkingen te geven. Dus die DCA, dat is ook ooit gezegd dat daar geen nevenwerkingen op waren. En je hebt gezien in het eerste fase 1 onderzoek dat toch 40% van de mensen neurologische problemen had. Dat is de reden waarom dat we zo'n zaken gecontroleerd doen. Dank je wel.